Twee weken lang hebben we het gehad, de Referee Academy. En nu moeten we het er toch even over gaan hebben. Ik sta hier met de meester, de baas van Voetbal TV, Lars van Velsum. Dank jullie wel, dank jullie wel. Eerst even die scheidsrechtersbal. Dat was vroeger natuurlijk, stonden we een beetje zoals wij nu stonden, stond er een scheidsrechter tussendoor. En dan was het bal laten vallen en dan was het zo hard mogelijk elkaar schoppen. Ja, eigenlijk wel. Dat was het even die frustratie van ja, wat er dan ook gebeurd was eruit. Dat is nu niet meer. Dat is nu zo dat de scheidsrechter hem gewoon aan de verdedigende partij teruggeeft. Iedereen moet afstand houden en het spel gaat verder. Maar moet er dan geklapt worden? Normaal, hè, krijgt één partij, speelt heel sportief. Precies. En dan, sportief! Ja, nee, dat is eruit nu. Nou, jammer. Nee, eigenlijk maken ze het allemaal onsportiever. Ja, en het ook, zeg maar, als je dan toch weer hebt over die kelderklasse waar wij nog wel eens rondparaderen. Dan kon je in ieder geval nog voor die sportiviteitsprijs gaan. Dat is er nu uitgesloten. Dan kon je in ieder geval nog zeggen, 12-0 verloren, maar wel lekker sportief geweest. Ja, ook eentje waar ik heel erg blij mee ben. Want ik voetbal wel eens op een blauwe maandag, zondag. En mag het voetbal heten? Nou ja, elke bal die nu wordt aangeraakt, aanvallend gezien waar een doelpoging of een doel uitkomt, dus eigenlijk gewoon elke aanvallende hensbal, is hens. De aangeschoten hens is uit het aanvallend voetbal gesloopt. En niet uit het verdedigen? Nee. Althans, ik heb de regels gelezen, maar het is zo'n pak. En wat ik eruit opmaak is dat aanvallend gezien de aangeschoten hens eruit is gehaald. Volgens mij is het zo dat de verdedigende hens nog wel. Dat mag wel. Ja. Dus als je het een beetje sneaky doet. Als je daarna zegt sorry. Sorry, ja, aangeschoten. Per ongeluk, dan mag het wel. Nee, maar aanvallend is niet meer. Wat ik in ieder geval hoop, is niet dat voetbal begint te lijken op hockey. Hè? Bij hockey zijn ze continu op zoek om die bal maar op een voet te slaan. Ja. Zodat ze een straf. Hoe heet dat straf? Corner. Penalty. Ik hou er niet van. Nee. Bah. Hockey. Ik hou er niet van. De muur. Stel, je staat met z'n tweeën, dan ben je officieel gezien geen muur, zoals wij. Wij zijn nu geen muur. Maar als wij met nog iemand zouden staan, dan zouden wij officieel een muur zijn. En vanaf dit jaar betekent dat de aanvallers minimaal 1 meter, dus dat is ongeveer dit, denk ik. Dat moeten ze dan uit elkaar blijven. Een meter. De aanvallers moeten uit de muur blijven. Dan maak je een muur en dan gaat die aanvaller gaat zo, dat mag ja, niet. En dan buk. Verschrikkelijk. Goeie regel. Ja? Ja, weinig aan toe te voegen. Vind je niet een meter een beetje karig? Ja, maar is het een meter links? Is het een meter rechts? Of is het ook een meter ervoor? Nee, want die muur wordt natuurlijk op, 9 meter gezet. Ja, maar als aanvaller mag ook niet dichterbij. Jawel. Waarom zou dat niet mogen? Ja, dus zeg je maar wat. Ja. Als je dan met een muur van aanvallers voor de muur gaat staan. Ja, en dan allemaal snel wegrennen. Dan is het eigenlijk nog gewoon niet top. Nou. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van de Referee Academy. Ik hoop dat je er wat van opgestoken bent. Dat kan bijna niet anders, want we waren met het orakel Lars van Velsum. Ik was Erik Arends, ook wel bekend als Huey Brown. Mag ik dat zeggen? Ik zeg het gewoon. Tot de volgende keer. Het orakel groet.